We zullen ons straks begeleiden bij het zingen van het Wilhelmus en de Aubade van prins Johan Friso. De koninklijke familie heeft het er zwaar mee, met al die onzekerheden wat de gezondheid van de prins aangaat. Toch heeft de koningin besloten haar verjaardag in het land in april. Maar dat is geen nieuws. Koninginnedag. Haar majesteit brengt vandaag met haar familie een bezoek aan de plaatsen Veenendaal en Reden in de provincie Utrecht. Een dag van feesten en spellen, blijdschap en plezier. Een dag waarop Nederland weer massaal oranje kleurt en waarop saamhorigheidsgevoel de boventoon voert. Fantastisch vind ik dat. Ik feliciteer onze koningin met haar 74e verjaardag die we vandaag vieren. En verder alle leden van het koningshuis die vandaag en in de afgelopen dagen hun verjaardag vieren. Thank you.
Gracias.